Dan gaan we naar de brandweer. Niet elke brandweerkazerne is 24 uur per dag bemand. In Nederland werken de meeste kazernes met vrijwilligers, zo ook bij ons in de regio. Brandweer Elst oefent elke maandag en is op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega's. Maandagavond is onze vaste oefenavond. Op maandag komen alle brandweermensen die actief zijn bij elkaar. En dan draaien wij een oefenprogramma en dat draait het hele jaar door. Dus we hebben dus theorie, praktijk. Het zijn nu de donkere maanden. Dus dan doen we wat iets meer theorie en in de lichtere maanden dan doen we wat meer praktijkoefeningen. We zoeken nieuwe vrijwilligers. Wij zitten op ongeveer 20 vrijwilligers op dit moment en dat proberen we aan te houden. En dan krijgen we wat verloop, dan gaan wat mensen weg. Nog door leeftijd, door verhuizing. Dus we zoeken nieuwe mensen, nieuwe aanwas. Wij zijn een hele brede organisatie in de zin van, we hebben van stratenmakers tot notarissen hebben we bij de vrijwillige brandweer zitten. Dus er is eigenlijk niet echt een standaard brandweerman of vrouw te vinden, zeg maar. Maar in de regel, dat is wel een gemeenschappelijke delen, mensen zijn wel avontuurlijk ingesteld. Vinden het leuk om een uitdaging aan te gaan. Teamgeest is ook wel vaak wel een belangrijk ding bij ons. Dus dat komt wel terug als gemeenschappelijke delen. Bij de brandweer is het belangrijk dat je snel ter plaatse bent. Brandweerpost Elst zoekt dan ook mensen die in de omgeving wonen en werken. Je bent nu op Post Elst. Post Elst is een vrijwillige brandweer. Dat betekent dat wij overdag gewoon aan het werk zijn. Deze kazerne is onbemand. Op het moment dat onze pager gaat, dan moeten we hier aanwezig zijn. En wij gaan met 4,5 minuten ongeveer rijden. Dus dat is een beetje de tijd, zeg maar, de cirkel, zeg maar, om de kazerne die we aanhouden voor de mensen die we werven. Dat zou ongeveer 4,5, 5 minuten, dan moeten ze toch wel op de kazerne kunnen zijn. Leeftijd, kijk een beetje aan, zullen we zeggen, weet wel. Ik zeg maar, rond de 40, dan wordt het kritischer, zeg maar, omdat er nog een heel opleidingstraject aan zit, zeg maar. Maar tot die leeftijd sowieso geen probleem. En achtergrond, zoals net al gezegd, heel divers. Daar kijken we niet zo snel naar. Vanaf de eerste dag dat je aangenomen bent als vrijwilliger doe je mee tijdens de oefenavonden. Daarna start je de opleiding tot manschap. 1,5 jaar, dat is de eerste basisopleiding. Vanaf dat moment, zeg maar, kun je mee op de brandweerauto. En dan doe je blok brand, zoals we dat noemen. Dan ben je echt volledig brandweerman. Vandaar komt de vervolgopleiding voor technische hulpverlening. Dat is voor ongevallen. Daar komt nog een stuk opleiding voor inzet gevaarlijke stoffen. Dat is ook. En dat is een totaalpakket. En als dat afgerond is, dan ben je helemaal allround.